om de overheid een signaal te geven, het Saramakaans volk mee te nemen in het besluitvormingsproces, diende de Vereniging van Samaka Gezagsdragers, VSG, vanmorgen een petitie in bij de Nationale Assemblée. Het verzoekschrift is ingediend door de jongerengroep van de VSG. Trekker Samunda Yabini overhandigde de petitie aan DNA-voorzitter Marinus B. Volgens Yabini houdt de regering zich niet aan de gemaakte afspraken en dat is niet langer acceptabel. Een petitie gaan we dienen in omdat Uwan Karlanti, Sranalanti, Mekdeng stop die sma concessie in het grondgebied voor Samaka in 2007. OAS bespreekt een vonnis uit, de Karing Samaka vonnis. En die na precies 15 jaar is een vonnis spreekt uit. Dus de KD is die idee voor Chara Petitico, voor Axigralanti met de stop Gisma concessie in ons grondgebied. Ik ben ervan bewust dat hout en goudwinning een groot deel is van onze economie. We willen gewoon meegenomen worden bij het nemen van besluiten, zegt Yabini. De trekker stelt verder dat het belangrijk is dat de rechten van het Saramakaans volk worden erkend. Uno taxman no Marokko goot of no Marokko bus udu. Maar tewe du de sandat, umus ko tak nanga desma. Wan ano meti uma eta ina busi, libisma eta ndrape tu. En desma fa busi sref desma sa eta ndrape e khobre ka busi tu. Da inomang de bigisma kunu tandrape ome hondro hondro yari. Dan gewoon one day was ma ekong dat inomang roko jamoro, wat ja, zo'n mikis concessie. En dat no, dat uno wa mupsa. Uno tak usma no mahko roko drape, mateo roko drape, ko tak nanga uno fos, ko usap, sana awini sa uno o abi, wana uno o lasi. Dus dat na sa we aksi, uno tak usma no mahko roko, main ko tak nanga uno fos. Yabini geeft aan dat indien de regering geen gehoor geeft, de vereniging verder strijd zal voeren. We kennen onze rechten en weten dat dit niet de laatste stap is, aldus trekker van de jongeren van de vereniging van Samaka Gezagsdragers.